Gradertronic is een manier van milieuvriendelijk te werk gaan. Dat kan worden toegepast bij het werken met een graafmachine, wat voor vele jongens een droom is. Maar het daadwerkelijk bedienen van zo'n machine is in de praktijk best lastig. Zeker als men op 1 centimeter nauwkeurig een vlak zandbed moet maken. Er is een graafmachine ontwikkeld die dit gemakkelijker maakt en milieuvriendelijker is. Hierover praten we met Marco Hobelman van Hobelman Halle. Met de graafmachine kun je veel verschillende werkzaamheden doen. Te denken aan riolering leggen, graven zoals de naam het al zegt. Maar daarnaast denken veel mensen ook aan maaiwerk en zo. Dus met een maaikorf, sorteerwerk, sloopwerk. Het is dus niet alleen graafwerk wat we met een graafmachine kunnen doen, maar ook andere werkzaamheden. Om vlak te kunnen werken met een graafmachine moet men 2 handelingen doen. Er zitten joysticks in de machine. En de machinist die moet dus een hefbeweging maken en tegelijkertijd een knikbeweging. Op deze manier is het mogelijk om met 1 joystickbeweging de graafbeweging te maken. De computer die houdt de hoogte, vanzelf regelt die bij, zodat de machinist zich beter kan concentreren op andere dingen. Zo'n machine is geschikt voor alle voorkomende werkzaamheden, maar natuurlijk bij uitgesproken egaliseerwerk waar het vlak moet zijn en maaiwerk om de natuur te beschermen. Tijdens het maaien van een watergang is het belangrijk om de natuur zo min mogelijk te beschadigen. In de bodem van de watergang leven dieren en om die te beschermen is het belangrijk om boven de bodem te maaien. Men stelt 1 keer de hoogte in van de watergang en daarna corrigeert de machine zichzelf. Zo'n techniek zou ook heel handig zijn bij andere werkzaamheden voor graafmachines. Bij egaliseren van tuinen bijvoorbeeld, het uitgraven van bouwputten, leggen van riolering. Men kan de machine instellen dat die onder de afschot werkt. De riolering moet natuurlijk aflopen en op die manier hoeven ze niet over een bultje en loopt het allemaal weg. Door te kiezen voor een milieuvriendelijke graafmachine die computergestuurd is, kan men in principe dezelfde werkzaamheden doen als een normale graafmachine. Alleen kunnen de werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. En hoeft de machinist zich minder te concentreren op het vlak houden van zijn bak. Zo worden er minder fouten gemaakt, waardoor het brandstofverbruik wordt teruggedrongen. Men hoeft ook minder bewegingen te maken en daar maakt het allemaal efficiënter en milieuvriendelijker. Op die manier wordt het veel makkelijker voor de machinist. Zie het als het automatisch inparkeren van de auto. Op die manier, iedereen kan het zelf, maar toch met die techniek wordt het veel eenvoudiger.